Er is geen sprake van een achterstand binnen het onderwijsproces. Nu het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een ander programma heeft ingesteld. Dit zegt minister Marie Levens van Onderwijs. Vanwege de COVID-19-situatie moeten de scholen nog 2 weken gesloten blijven. Het ministerie heeft laten weten dat het onderwijsproces op elk niveau weer op 18 januari aanvangt. Levens benadrukt dat het programma is aangepast aan de huidige COVID-19-situatie. En de huidige situatie heeft ons gevraagd om een programma op te stellen waarmee we kunnen werken. Dus als je kijkt naar het nieuwe programma, gaan we geen achterstanden hebben. Wat houdt het nieuwe programma in? Kunt u daarop ingaan? Ik wil niet praten over ballast, omdat alles wat je leert goed is. Maar wat we buiten de school ook kunnen leren, dat hebben we niet in het programma gelaten. Dus we hebben de essentiële dingen in het programma gelaten. Sommige dingen moet je leren en die laten we in het programma. Andere, dat zijn de essentiële dingen. Dat hebben we samen met de leerkrachten gedaan en samen met de schoolhoofden. Minister Levens zegt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen van het binnenland en leerlingen van de stad. Voor de jaarwisseling hebben de leerlingen van het binnenland hun toets gemaakt. De aansluiting op het vervolgonderwijs zal normaal plaatsvinden. De examens van de 6e klas zijn tegenwoordig meer een toets om te weten waarmee we ze extra moeten helpen. Die toets is veranderd in die zin dat mensen niet meer afgewezen worden. Wat je krijgt is een uitslag en die uitslag vertelt mij waaraan ik meer aandacht moet besteden. En het is niet zo dat je dan krijgt uitslag afgewezen en je moet het hele jaar over doen. Dat niet. Dat was minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. We spraken haar vanmorgen voor de Raad van Ministers.